bij de ASRE Alumni-avond. Hoe ging het bij jou in het speedcollege? Nou, erg leuk. Ja? Het leuke van een speedcollege is dat je eigenlijk een aantal dingen die je normaal wat langer vertelt, moet comprimeren. Mm-hmm. Dus je kan alleen de highlights vertellen. Ja. En ik vond de reacties van de zaal ook erg leuk op het verhaal. Dus het werd leuk opgepakt. Ja. Ja, want ik hoorde inderdaad best wel wat reacties, wat vragen. Waar zijn dat dan ook de dingen die er volgens jou toe doen? Ja, zeker, zeker. En het leuke is dat dingen waar je op het moment dat je eigenlijk een groep aan het begeleiden bent en dan maak je een ontwikkeling met elkaar door over hoe dat dan moet en hoe je dat dan structureert. En dan komt er een vraag van, wat zijn nou de valkuilen? Mm-hmm. En dan is er met name dat stuk over structuur, dat komt dan weer boven. Ja. Dus dan merk je dat mensen ook op een hele leuke en goede manier in het verhaal zitten, want ze pakken precies die dingen eruit die ook eigenlijk doorslaggevend zijn voor zo'n soort ontwikkeling. Okay, ja. Is er nog iets zeg maar breder in de markt van de vastgoedontwikkeling waar binnen dit onderwerp je rekening mee moet houden? Wat actueel is? Ja, zeker. Want ik denk dat dat samen waarde creëren en dat collectieve belangrijker wordt, hoort bij een meer organische en spontane gebiedsontwikkeling. Ja. En er komt een omgevingswet aan en op dit moment is het Rijk heel erg druk bezig met hoe moeten nou die financiële spelregels daarop worden afgestemd. En daar was in juli afgelopen jaar al een consultatiewet en over een half jaar volgen eigenlijk de echte spelregels. En dan moeten we daar ook mee kunnen gaan dealen in gebiedsontwikkeling. En is dat dan een onderwerp wat, je bent docent bij de Amsterdam School of Real Estate. Op 23 mei start de opleiding locatieontwikkeling en flexibele grondexploitatie. Is dat dan het deelgebied waar je op ingaat in het college? Of is dat, jazeker, dat komt daar in prominent naar voren. En dat komt daar zowel naar voren vanuit de praktijkvoorbeeld van hoe gaan we om bijvoorbeeld met een kantoorgebied en we dat kunnen transformeren. Langzaam maar zeker. En hoe creëren we daar waarde? Hoe komen we daar tot bijdragen om ook bijvoorbeeld openbaar gebied aan te pakken wat daarbij hoort? Dat doe ik. En vervolgens komt Joop van der Brand, een belangrijke jurist die ook mee heeft geschreven aan de grondexploitatiewet, die komt eigenlijk het planologische en het juridische deel daarvan vertellen. Dus in die leergang zit eigenlijk het financiële deel, het juridische deel, maar Stipo verzorgt daarin weer ook het sociaal-maatschappelijke deel als het gaat om placemaking en dat soort dingen. Dus we hebben geprobeerd om juist dat soort elementen allemaal op een goede manier in die leergang te brengen. Oké, nou klinkt goed. Dankjewel. Ja, daar hebben we ook zin in om die te gaan doen. Dus, ja, oké, graag gedaan. Dankjewel.